Hi everybody, I'm Char from Charlie's Angel Tarot and this is an update for YouTube and my website. I will be doing this from time to time and I hope you will enjoy it and join in with the live sessions. The times have changed. I don't go live anymore every day as I am going live. English evening is on Monday and on Friday. So if you are speaking English or you can speak English, the English language, then please join us in the live sessions on Monday night and Friday night. It is a bilingual channel. The other language that I speak is Dutch. So please join us in Dutch on Wednesday night. And so if you are English or English speaking and you can speak Dutch, you're more than welcome to join in on the Dutch night on Wednesday. This week I will be also doing an interview with Yasmin Westwood that made this deck, that one of my favorite decks. And I've also done reviews on this deck, the Enchanted Dream Tarot, on Amazon and on YouTube. And you can also see the review on my website, charliesangeltarot.com. Please like and share the videos that I've uploaded, and perhaps this introduction video. So I hope to see you there and get to know you. It's nice to get reactions from my viewers. If you do come into the life, you will be initiated as a cyber angel. So you'll be one of the team, one of the family in the tea room. So join me on Monday in the tea room and Friday English speaking, and on Wednesday it is the Dutch evening. Okay, hi iedereen, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot en even een update voor iedereen die Nederlands praat. De Nederlandse live sessie is op woensdagavond. Ik ga ook een interview doen met de auteur van deze deck, The Enchanted Dream Tarot. En die wordt deze week ook geüpload op YouTube en op mijn eigen website. Zo, als je ook het deck wilt bekijken, ga dan naar charliesangeltarot.com en daar heb je de uitleg en daar heb je ook het filmpje en zo kan je ook elke kaart zien. En ik hoop je te zien in de live sessie op woensdagavond. Zo, dat zijn de veranderingen. Maandag en vrijdag zijn Engelstalige avonden en er is ook een video over hekserij en wat is het verschil tussen heksen en homeopaten of aromatherapeuten of reiki. Dat wordt allemaal uitgelegd. Ik werk samen met Wendy, de Nederlandse heks. Misschien heb je er wel van gehoord. Zo. Kijk die vlog elke week. Dit is een doorlopende serie. Totdat we aan het eind zijn van discussie. Want na aanleiding van dit deck, de heksenorakel van Marla Brooks, zijn we tot een discussie gekomen. Of ik ben tot een idee gekomen om wat betekent het om een heks te zijn. Of een pagan. Zo, dat wordt allemaal gediscussieerd. En ook de betekenis van de kaarten. Dan ga ik nu weer terug naar Engels. If you are still here with me, well done. Thank you very much for being patient. There is also a vlog, a weekly vlog, with a real witch. We are discussing this deck, the Witch's Oracle deck by Marla Brooks. And because I got the idea of working together with a real witch, she's been a friend of mine for years. We are also doing a discussion or a series, what is a witch? What's the difference between a homeopathist or an aromatherapist or a Reiki? Because we all use incantations, manifestations, socializations, and we all work in a different way. But that is just the interesting thing about this series.
So have a look on the vlog every Wednesday and give us your thumbs up, and please share with family and friends. And I hope you you are all right in these difficult times. But I'm doing all this extra work as well to motivate people to think positively and just to fill the time with this information. Perhaps you might get information that you find useful. I would suggest try to get into contact with everybody that you can, that's able, have a chat through Messenger or WhatsApp, and enjoy the time that you have to be able to do this before you have to go back to work and you're busy again. So take the time out to share a bit of love, peace and knowledge with anybody and everybody. Take care and be blessed. I'll see you in the live. So neem nu even de tijd uit om in contact te komen via Messenger of via Skype of met de telefoon. En ik hoop dat al deze nieuwe dingen dat ik aan het doen ben, dat het jullie ook informatie geeft en ondersteuning en motivatie om druk te blijven. En ook een beetje afleiding te zoeken door boeken te lezen of rustig te blijven. En te denken aan je naasten, mensen die alleen zijn. Zo als je een boodschap gaat doen, neem dan de boodschap voor iemand anders mee. Zo besparen we ook tijd en drukte in de winkels, zodat we geen op slot komen te zitten, zodat we nog steeds naar buiten, want in Spanje moet iedereen binnen blijven, in Italië moet iedereen binnen blijven. Zo mensen, alsjeblieft luister, je maakt het je eigen leven moeilijker als we allemaal thuis moeten blijven in het huis, en de kinderen die worden dan helemaal gek. Oké, please listen to the government advice, stay inside and stay away 2 meters or a meter and a half from each other. So if you can do shopping for somebody else, that will mean less people on the street. Let's not have a curfew, okay? You've got it in your own hands. So please share love and light with everybody around you. This is what this time is, that's what the divine or the source has put this into our laps or on our plates to make us think. How can we think of others? Okay, we don't have to touch anybody, but how can we think of somebody else? So share a bit of your care or time with somebody else by doing something for somebody else or taking up contact with somebody else. I hope to see you in the live. Ik hoop je te zien in de live. Houd je tijd. Take care. Bye-bye.